iedereen doet het. En de een praat er iets te graag open. Yo man, die van mij was zo groot vanmorgen. En de ander liever helemaal niet. Poepen dus. Ja, poepen is de shit. Poepen is natuurlijk het afval van je eten. En van mond tot kont duurt het 1 tot 3 dagen. Maar er zitten wel verschillen tussen mensen. Want de ene mens doet het 3 keer per dag. En de ander doet het 1 keer in de 3 dagen. En voor onze zuiderburen? Nee, we hebben het hier niet over neuken, maar echt over poepen. Hoe heet poepen in het Belgische, of in het Vlaams eigenlijk? Poepen. Zeg maar echt poepen dan. Scheten? Nee, wat zou dat zijn? Weet je dat, Daan? Nee. Een gezonde drol is eigenlijk als de perfecte avocado. Niet te hard, niet te zacht, niet te groot, niet te klein. Mooi bruin. Oh, nou hier houdt trouwens de avocado-vergelijking op. Niet te donker, niet te licht. En ook niet te plakkerig. Hè, zoals je bij het afvegen een halve wc-rol nodig hebt. En wat zegt een grote boodschap nou die afwijkt? Nou, niets natuurlijk, want poep praat niet. Terwijl heel veel mensen wel weer poep praten. Maar dat is weer iets heel anders. Allereerste kleur. Een drol moet mooi bruin zijn. Die mooie bruine kleur krijgt poep door een stofje in de galvloeistof. Dus als poep heel licht van kleur is, of zelfs kleurloos is, hè, wit, dan kan dat duiden op bijvoorbeeld galstenen. Hele donkere poep, echt tegen een zwarte aan, kan juist duiden op bloed in de darmen. Bijvoorbeeld door een maagzweer of erger. Ga in beide gevallen even naar de huisarts. Vandaag is rode poep. Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren, dat je rode poep hebt. Niet meteen stressen, want het kan betekenen dat je bijvoorbeeld bietjes hebt gegeten of rode kool. Of last hebt van aanbijen, vaak onschuldig. Maar je hebt ook groene poep. Nou, ook dat is niet meteen iets om je zorgen over te maken. Want het kan bijvoorbeeld betekenen dat je spinazie hebt gegeten of bladgroenten. Heb je dat niet gegeten? Laat het dan even checken. Bij de dokter bijvoorbeeld. En probeer het in het vervolg wel te eten, want vitamintje! De perfecte drol ziet eruit als een sigaar. Dat moet je natuurlijk niet met elkaar verwisselen. En mag best een beetje slijmerig zijn. Te slijmerig kan weer duiden op geïrriteerde darmen. En heb je juist last van hele droge keutels, dan is het goed om wat meer water te drinken en of vezels te eten. Er is ook een tussenvorm van die aan elkaar geplakte keutels. Ook dan is het verstandig om weer wat meer water te drinken en of vezels te eten. Iedereen heeft ook wel eens last van hele dunne poep. Als je iets verkeerds hebt gegeten en dus niet lang genoeg in je darmen zit. Niet iets om je zorgen over te maken, tenzij je het heel vaak of heel lang hebt. Laat het dan even checken. En heel normaal, poep met stukjes, zoals zaadjes of schilletjes erin, hoort er allemaal bij. De geur kan ook veel zeggen. Naar bloemetjes zal je poep nooit ruiken. Ook niet bij mij, bij Iris. Heb je nou echt zo'n rotte eierenlucht als je op de wc zit? Dan kan het betekenen dat je heel veel vlees hebt gegeten. Want in vlees zitten veel eiwitten en die gaan rotten. Tip, iets plantaardiger eten, vegan, voor een iets lekkerdere lucht. En een iets wat zurige lucht kan duiden op veel koolhydraten, zoals pasta of brood. Ja, en gewoon een vieze lucht hoort natuurlijk ook gewoon een beetje bij poepen. Conclusie? Eet goed voor goede hoop. En goede hoop doet leven. Ja, het is wel zo.